Het is een prachtige etage uit een pandje van uit 1896. Met alle bewerkte plafonds zijn nog intact, de vloeren, marmeren schouwen. Dus de hele etage is één bed and breakfast, zeg maar. Ik verhuur alleen maar aan twee personen. Dus die hebben dan hun hele eigen plekje in een prachtige sfeer. Met eigen badkamer, balkonnetje, wc. Ik kom daar niet alleen om bij te brengen. Opvalt is dat het eigenlijk hele jonge mensen zijn, of jong, voor mij dan jong, zo tussen de 30 en de 45. En ja, de eerste gasten die kwamen voor de marathon, toen was ik net open. En die kwamen de marathon als oefenrondje lopen, omdat ze daarna naar Zuid-Afrika een soort van coast run van 90 kilometer. Nou ja, dat vind ik geweldig, dat ik denk van, oh, die bestaan dus ook. Sommige mensen die doen er echt een hele leven over om überhaupt een marathon te lopen. En zij komen dat als proefrondje doen. Dus dat vind ik dan verrassend en dat maakt me ook wel een soort van blij. En afgelopen week had ik twee muzikanten uit Canada tegen Alaska aan van het Bluegrass Festival. Nadine en Sammy. En ja, geweldig. Twee gewoon hele leuke mensen die met hun viool en gitaren echt hele leuke muziek maken. En iedereen is heel verrast over de ruimte en de grootte van de etage. En dat vind ik leuk, dat ze je huis ook waarderen. Ja, de kamers zijn ook de ouderwetse hoogte en die zijn dus 2,80 hoog. En oorspronkelijk is de eerste verdieping eigenlijk ook de pronkverdieping, want dat zie je aan de voorkamer. Dat is de enige kamer in het huis die een rond bewerkt plafond heeft en alle andere kamers hebben een vierkant bewerkt plafond. En ook in de voorkamer is de schouw rond, de marmeren schouw, terwijl ze in alle andere kamers zijn ze vierkant. Dus de voorkamer is echt de pronkkamer officieel en dat zie je ook terug in de hoogte, in het glas in lood. Ook, ik had een Duits stel, die zijn bijna de wijk niet uit geweest. Die zijn ook allerlei mensen tegengekomen die hun ook advies hebben gegeven over restaurantjes. Dat hoorde ik later terug van die mensen die ik hier ken. En die vonden het een geweldige wijk. En die hebben hier bij allerlei restaurantjes gegeten, op terras gezeten, bij ontwerpers gekeken, bij Daisy Kroon en bij Olga Kastanje. En dus dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja.